Ik zit hier op school omdat ik heel erg van dans hou. En mij lijkt het leuk om een iets grotere stap te doen dan alleen 1 of 2 keer per week naar een dansschool te gaan. Vorig jaar hebben we allemaal auditie gedaan, ja. En wij zijn dan de gelukkigen. Het allerleukste aan deze school vind ik dat we gewoon allemaal doen wat we leuk vinden hier, namelijk dans. En de klas wordt er heel gezellig van, want je hoeft je niet te schamen, wat al niet hoeft. Maar hier is het wel fijn om met elkaar hetzelfde te doen. We hebben deze week de projectweek, dus dan doen we karate. We hadden de traditionele vorm gedaan en de straatvorm. Slaan, blokken, trappen. De HAVO-VWO-lessen bevinden zich in hetzelfde gebouw als de dansstudio's. En dan heb je in de ochtend misschien schoolles en dan ga je naar boven omkleden en dan naar de dansles. Dus dat is allemaal in 1 rooster gepland. We hebben op deze school hier ook gewoon wiskunde, aardrijkskunde en dat soort vakken. Het allerleukste wat ik aan deze school vind is dat we gewoon de combinatie met de muziekleerlingen, dat je samen je passie kan delen. De studio's worden ook door anderen gebruikt die student zijn dan van Codarts. Wij krijgen op school ballet, Graham, impro en urban. De lessen worden gegeven door de docenten van Codarts. Die weten goed hoe ze je moeten helpen om echt een professionele goede danser te worden. Voor sommige vakken hebben we vrijstelling, zoals gym. Dus die uren kunnen we dan in dans steken. Het is hoog niveau, dus je kan altijd nog, als je niet meer geïnteresseerd bent in dans, studeren, iets anders wat je leuk vindt. Als ik dans, voel ik wel een soort blijdschap, omdat je, als je dan jezelf iets ziet doen en je ziet dat je het goed doet, dat je een soort van kick krijgt van, ik wil nog beter, nog beter, nog beter. En dat zorgt ook voor dat je steeds beter wordt in dans. In de 5e en de 6e klas moet je een solo maken. Daar krijg je dan een cijfer voor en dat telt mee voor je eindexamen. In principe maak je je solo zoveel mogelijk zelf, maar je krijgt nog wel coachingslessen. Om een solo te maken als danser is heel erg belangrijk, want later als je audities gaat doen in gezelschappen, moet je vaak ook auditie doen met een solo, zodat de choreograaf kan zien wat voor een danser jij bent. We hebben elk jaar sowieso 1 voorstelling in het Isola Theater. En we hebben de open dag natuurlijk, waar heel veel klassen voorstellingen doen. En soms worden we tussendoor gevraagd om ergens anders op te treden. Dansen is gewoon een heel groot deel van mijn leven. Het maakt me gewoon heel erg gelukkig. Het is ook een heel mooi middel om een boodschap over te kunnen dragen naar een groot publiek. Zonder dat je überhaupt maar dezelfde taal hoeft te spreken. Jezelf kunnen zijn zonder het echt uit te hoeven te leggen. Dat vind ik heel erg mooi, omdat met elk stukje dans wat jij voordraagt of ergens optreedt, kan iemand een eigen verhaal daarin vinden. Als ik ben geslaagd dit jaar, dan ben ik, als het goed is, audities gedaan bij hbo-opleidingen in binnen- en buitenland. Dan hoop ik ergens aangenomen te zijn en daar zo danspad verder te kunnen bewandelen. Het liefst hier op Codarts.